Ja, maar ik kom er nou. Dus gaan we één keer los zoals jullie los kunnen gaan voor Vincent! Ik ben Vincent en mensen zeggen wel eens van ja Vincent, jij makkelijk praten, want jij ligt goed bij de vrouwen. Maar ja, het is ook zo. Nou, het is niet helemaal waar, ook bij mannen. maar ik heb gemerkt dat mannen eigenlijk een stuk directer zijn in hun communicatie dan vrouwen. Laatst kwam een man naar me toe en hij stond best wel dichtbij, dus ik denk, ik stel hem maar voor, ik zeg, hoi, ik ben Vincent. Hij zegt van, hoi, hebben wij ooit geneukt? Ik zeg, nee man. Hij zal, oké, dat komt dan nog wel. Zo, wow, weet je, van een vrouw zou je zoiets nooit horen. Dus, ik heb ontdekt dat er een bepaalde leeftijd is, waarop vrouwen ook ineens heel direct worden. Ja, die leeftijd ligt zo rond een jaar of 80. Ja, dat moet ik even uitleggen. Ik geef zeg maar les aan, ik werk met demente bejaarden, mensen met dementie. En ik help ze zeg maar hun geheugen weer, dingen weer te herinneren. Ik ben zeg maar fulltime oplichter. ik help echt hun leven wat op te lichten door ze bewegingen met ze te doen en tai chi met ze te doen. En laatst, dit is echt een waar gebeurd verhaal. Laatst was ik les aan het geven voor een groep ouderen. En op een gegeven moment was er een vrouwtje van 90. En die roept me zo, meneer. Ik zeg, wilt u misschien heel veel bij mijn schoot komen zitten? Ik zeg, nee mevrouw, dat kan ik niet doen. Ik ben hier een les aan het geven. Mag ik dan misschien één kusje? Gewoon op mijn mond. Mevrouw, dat kan ik niet doen. Ik ben hier les aan het geven. Dat kan ik niet. Maar meneer, ik heb super lekkere tieten. Daar kan ik natuurlijk niks mee, maar toen zei ze van meneer, weet u waar het leven om draait? Zoveel mogelijk piemels pakken. En ik zie een meneer op de voorste rijen zitten van, zoek jullie nog mensen? maar kijk, mensen met dementie hebben geen filters meer. Hè? Dus die zeggen gewoon alles wat wij zich maar alleen maar durven te denken. Ja. Wat ik denk dan is. En mensen denken wel eens van ja, vriend, dat jij versiert heeft als vrouwen. En dat is niet waar. Ze versieren mij altijd. Met name 80-plussers. En kijk, ik ben ook niet zo heel goed of zo met vrouwen. Ik heb eigenlijk een paar slechte gewoontes. Ik kom bijvoorbeeld vaak te laat. En ik probeer het wel een beetje te compenseren om op andere momenten juist te vroeg te komen. En dat gaat eigenlijk. Goed op één plek. ik ben eigenlijk niet zo bezig om die reden. En mijn eerste vriendin, daar had ik 6 jaar mee. Ik ben een soort man van lange relaties, op een of andere manier. Maar ik was 6 jaar met haar en ze was echt super dominant. Echt, ze had me echt goed onder de duim. Ik was echt een soort slavendrijver. En ik ben nog wel verslavingsgevoelig. Het schijnt altijd goed een mensje of zo. En ze gaf me ook wel leuke dingen, weet je wel. Ze gaf me cadeautjes, ze gaf me een luchtje en op een gegeven moment gaf ze me een keer een kaakslag. Dus kijk, dat eigenlijk wilde ik het uitmaken, maar ik ben heel meegaand. Dus ik durfde het niet. En op een gegeven moment was ik helemaal klaar mee. Ik denk, fuck, ik ga het uitmaken. Dus ik spring op mijn fiets, ik ga naar naartoe. Ik zie mezelf met moed in te spreken van, kan het vind, kom op. Dus ik kom daar aan en ik zeg, schat, ik moet je wat vertellen. Ze zegt, vertellen? Luisteren, dat moet ik doen. Dus ik van, oké. Ik heb het niet uitgemaakt, ik durfde het niet. Ik was gewoon bang voor je. En ik werd super gefrustreerd, serieus. Ik was gewoon van, ik gaf haar ook wel een schuld van als ze er niet bij was. Weet je, dan fiets ik door de stad en dan reed ik door het glas, had ik een lekke band. Dan vloekte het er gewoon uit. Fucking gek wijf. Fucking trut. Het is echt niet gezond hoor, als je in zo'n situatie zit, stap eruit echt, want het is gewoon zonde. Ja, maar goed,
Ja, met even kijken. Zijn er verder nog vragen tot nu toe? Ik ben super vegan en ook mijn vrienden, weet je wel. Ging ik met mijn vrienden allemaal drugs gebruiken. En ik ook drugs gebruiken. En op een gegeven moment ging ze allemaal naar huis en had ze iets van, ik ga ook maar naar huis. Ja, ik baalde gewoon echt met alle winden mee. En eigenlijk was ik een beetje, van binnen voelde ik me een beetje ongelukkig. En daardoor was ik verslaafd aan gaan blowen, aan ecstasy. Aan tanden poetsen. Nou, op een gegeven moment heb ik er wel meer balans in gevonden hoor, dat tanden poetsen. Zelfs de tandarts zei tegen me: meneer, je poetst veel te hard. Ik zeg, ja, weet je hoe erg onder de plak zit? Als een tandarts zegt dat je te hard poetst, dan klopt iets niet, toch? Ik bedoel, dat is net als een veganistische worstelaar. Dat kan wel, maar iets klopt er niet. Ik heb een andere het speelde ook in andere delen van mijn leven, weet je wel. Op een gegeven moment heb ik communicatie gestudeerd. Nou, op een gegeven moment was ik afgestudeerd en helemaal blij, weet je wel. Ik denk van, nu wordt het tijd om een echte baan te zoeken. Dus ik ging bij een webwinkel solliciteren. De marketingfunctie. Dus ik solliciteerde. De volgende dag wordt gebeld. Oh meneer, ja, u bent het helaas niet geworden voor deze functie. Maar we zoeken nog wel een pop. Wat is een pop-up shop? Nee, een levende etalagepop. Hey, maar meneer, ik heb communicatie gestudeerd. Ik ben nu Bachelor of Communication. Ik heb hier 4 jaar kaart voor gewerkt. En dus deze functie lijkt me gewoon super. Ik heb daar gewerkt als pop en het had wel wat voordelen hoor. Ik had wel wat afwisseling, weet je wel, de ene dag stond ik zeg maar zo. En de andere dag stond ik zeg maar zo. Ja, en ik kon op verschillende plekken staan. In de etalage, of ik stond in de winkel, of ik stond in het magazijn. Maar goed, die verslavingen, dat gaat wel iets beter nu bij mij. De verslaving waar ik tegenwoordig echt last van heb is van mijn telefoon. Ik heb hem ook altijd bij me. Misschien hadden jullie hem al gezien. Ik ben linksdragend. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat hij gewoon lekker groot is, weet je wel. Vroeger had ik een kleintje. Gewoon naar me uitklappen, weet je wel, flop. Ik heb hem hier maar in ieder geval mijn telefoon goed in de hand ligt. Goede trailfunctie, weet je. Sommige mensen die doen er dan een hoesje omheen. Ik voel dat toch niet zo goed. Dus ik heb hem gewoon, ik heb hem gewoon bloot in mijn broek zitten. Ik kijk er heel vaak naar. Serieus, zo vaak per dag haal ik hem gewoon tevoorschijn. Dat is waar, echt iets van 200 keer per dag of zo. En soms betrap ik mezelf wel dat ik gewoon echt een kwartier gewoon zit te kijken. Dan zijn. Zit gewoon op Instagram daar. Te scrollen. Gewoon een kwartier van mijn dag. En laatst zag ik in één keer, dan zie ik allemaal dingen aan het begin. Zie ik dan even zo'n meid op Instagram in een legging. Dus gewoon een legging aan het testen. Zo. Oeh, dit is echt de beste kwaliteit legging die ik ooit heb gezien. Je moet echt kopen. Dus op Instagram zit ik daar zo te kijken. En dan denk ik gewoon, wauw. Deze chick heeft echt een fucking lekkere legging. Zulke mooie stof, man. Dat design is gewoon fantastisch. En ik merk gewoon dat Instagram gewoon helemaal fokt met mijn mind, want het neemt me gewoon over. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar het toilet ga, vroeger dacht ik van, ik moet poepen. Waar is wc-papier? Er is wc-papier. Maar nu serieus het eerste waar ik aan denk als ik naar het toilet moet, van, ik moet poepen, waar is mijn telefoon? ik heb weer bij me, En als er geen toiletpapier is, maakt niet uit joh, ik heb een swipe app. Ja, dan ga ik het swipen. Ik zit zo veel op Instagram en ik heb echt een hekel aan mensen die gewoon Nederlands zijn zoals ik en die dan ook heel veel op Instagram zitten en die dan gewoon ineens van die random Engelse woorden gaan gebruiken. Gewoon woorden zoals random. Ik doe eigenlijk mijn best om ze niet te joinen, weet je. Know what I'm saying?
gewoon ridiculous. Als je niet, weet je, als je gewoon Dutch bent, like me, dan ga je niet suddenly jouw English word in between the sentences. And they're so authentic, and I'm like, yeah, you know, hashtag lekker belangrijk. Success taking my freedom on Instagram, you know, guys, Holland's just too small for us Instagrammers. Seriously. I mean, we just have to connect to something bigger. We have to connect to the whole of the Benelux. And so I created this new hashtag. It's called hashtag the Drie Landen Pun. And my friend asked me, like, Vincent, what's happening with the Drie Landen Pun? I go, well, it's like my pun, it's like my wife, it's like my consent, and then you're in Drie Landen together at the same time. So on Instagram, you can influence the whole by loop. So my wish for tonight is peace, love, and light to the whole of the Drie Landen Pun. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze avond. Ik ga zo meteen naar het tweede gedeelte. Meet and greet met de comedians en het grote drankfestijn. Ik pik altijd de alcoholisten eruit zo op deze manier, maar niemand is eruit. Okay, ik zal even vertellen wat er gaat gebeuren. De gordijnen gaan verkopen. Je mag gewoon lekker blijven zitten.